Dames en heren, goedenavond. Deze speciale aflevering van Nova bevat een vraaggesprek van een uur met de kroonprins Willem-Alexander. Binnenkort sluit de prins een periode af van 4 jaar, waarin hij zich door middel van stages heeft voorbereid op het koningschap. Een goed moment om een tussenstand op te maken. Is de kroonprins nu klaar voor de troon? En zo ja, wanneer zal hij zijn moeder opvolgen? De kroonprins bleek bereid tot dit interview, waarin hij op vele vragen antwoord wilde geven. Over zijn ouders, zijn imago, een eventueel huwelijk, zijn fascinaties en zijn visie op de monarchie in de moderne tijd. Zoals gebruikelijk bij leden van het Koninklijk Huis wilde hij zich onthouden van politieke uitspraken waarvoor niet hij, maar de ministers verantwoordelijk zijn. Hier in het jachtslot Het Oude Loo in de bossen van Apeldoorn vond het gesprek plaats. Ik sprak met de kroonprins eind augustus, dus voor het auto-ongeluk waarbij prinses Diana om het leven kwam. Koninklijke Hoogheid, het is bekend dat u lang weerstand heeft gevoeld tegen het aanstaand koningschap en de beperkingen die dat met zich meebrengt. U heeft zich wel enigszins mee verzoend, heb ik later begrepen. Hoe is het er nu mee? Die weerstand, dat was een natuurlijke weerstand als opgroeiende jongeman. En die verzoening, daar hebben we het inderdaad al een keer over gehad. Dat was op het moment dat ik net van de universiteit afkwam en eigenlijk een nog zo normaal mogelijk leven had geleid. Daarna ben ik natuurlijk via allerlei bezoeken aan bedrijven en instellingen, officiële programma's, stageprogramma's die voor mij samen zijn gesteld, ben ik echt in het leven van de kroonprins gedoken, echt in de Nederlandse maatschappij gedoken. En heb dat met zeer veel plezier gedaan en ik zie het ook als een uitdaging voor mij om aan de hooggespannen verwachtingen in ieder geval te voldoen en waar kan te overtreffen. U heeft er echt zin in? Ik heb er echt zin in, ja. Ziet u het als een verplichting waar u dan wel zin in kan hebben of als een roeping? Het is een historisch bepaald dat ik op deze plek zit. Daar kan ik verder niks aan doen. Maar dat wil ik positief oppakken en daar ben ik de afgelopen 4 jaar mee bezig geweest om daar het beste van te maken. En ook waar te maken dat ik recht op deze functie. Dus toch als een soort roeping. Ik bedoel, u voelt het van binnenuit. Absoluut. Als een taak die u moet en graag wil doen. Ja, zeker. Het moeten is nu echt ook vervangen door het graag zo goed mogelijk willen doen. Ja, de twijfel is weg. De twijfel is weg. Ja. Aan de voorbereiding kan het niet gelegen hebben, want u heeft op verschillende terreinen stage gelopen. Die wou ik allemaal even met u doornemen, maar vooraf even de vraag, kan een kroonprins gewoon stage lopen? Want ik dacht dat ze u niet eens mochten tegenspreken, laat staan dat ze tegen u kunnen zeggen, nou daar heb je echt geen kaas van gegeten, vader. Nou, meneer Witteman, dit is de 20e eeuw en dat in combinatie met Nederland kan een kroonprins heel goed tegengesproken worden. En wat ook... Mag ik u dan even tegenspreken? Vaak binnen kamers. U mag mij zo meteen tegenspreken. Als ik uitgesproken ben. Meteen tegenspreken. Als ik uitgesproken ben, want dat zijn natuurlijk ook... Dat zou u met iedere gast normaal doen, neem ik aan. Mm-hmm. Binnen kamers hebben ze ook van tevoren nu nog meer de opdracht gekregen om zo eerlijk mogelijk te zijn en tegen te spreken. Omdat het voor mijn eigen nut ook belangrijk is. En ik ben iedereen ook erg dankbaar die daar altijd voor opengestaan heeft, mij het vertrouwen gegeven heeft om zo eerlijk mogelijk in hun onderwerp mee te mogen discussiëren en inzage te krijgen waar ze mee bezig zijn. Mag ik u toch nog even tegenspreken? Het is helemaal niet de bedoeling dat gedurende dit gesprek steeds te doen, nee, maar wel. Nee, ik geloof niet dat ik veel mensen ken die onder die omstandigheden toch helemaal normaal kunnen zijn in de omgang met u. Nou, wat ik hoor van andere mensen is dat... ja, het is natuurlijk moeilijk om over jezelf te praten, hoewel ik daar nu natuurlijk ook een uur mee bezig ben met u. Maar dat ik het, de gave heb, de eigenschap heb om mensen op hun gemak te stellen en ze de mogelijkheid te geven zichzelf te zijn. Goed, laten we eens kijken hoe dat ook het komende uur gaat. Ik wou even die paar terreinen waar u stage op hebt gelopen, zijn trouwens heel wat, wou ik met u doorlopen en kijken welke betekenis dat heeft voor de uitoefening van uw ambt straks. U bent begonnen bij Defensie, als ik het goed heb. Maar u was al in dienst geweest. Was het nu nog nodig om ook nog bij Defensie stage te lopen? De keuze voor dienst bij de marine, een volledige diensttijd, verplichtte mij min of meer ten opzichte van de andere krijgsmachtdelen om daar ook in ieder geval een tijdje rond te kijken. Die verplichting voel ik niet als iets wat ik nou eenmaal moet doen, maar ook als belangrijk. Ik heb daar
anderhalf jaar de luchtmacht en de landmacht leren kennen. En de taak van Defensie in de toekomst is en blijft belangrijk. Maar het leger verandert. Het leger is een beroepsleger geworden. Dienstplicht is afgeschaft. En ik denk dat ik in de toekomst een brugfunctie kan vervullen tussen de maatschappij en het leger. Een brugfunctie die is komen te vervallen door het vervallen van de dienstplicht. Dat was natuurlijk altijd binding tussen die twee. Tussen het leger, of tussen de krijgsmacht enerzijds en de burgermaatschappij aan de andere kant. Doordat zoveel dienstplichtigen dagelijks of in ieder geval de weekenden thuis waren en daar aan beide kanten deelnamen. U wil dus een brugfunctie slaan omdat het beroepsleger verder af is komen te staan van zeg maar de samenleving. We hebben in dat moderne leger een luchtmobiele brigade die vooral in het buitenland actief is als daar iets te doen is. Betekent dat dat u dat ook ziet als de functie van het leger? De luchtmobiele brigade heeft een hele belangrijke taak. Zowel binnen NATO als buiten het NATO-gebied. Maar je moet niet vergeten dat Defensie ook belangrijk blijft voor Nederland. Ik hoef maar even de bijna watersnoodramp van een paar jaar geleden in herinnering te roepen. Waar toch duizenden militairen zich ingezet hebben voor dijkverzwaring en hulp met evacuatie. Waar helikopters rondgevlogen hebben om alles nog wat op te pikken. Het is en blijft een belangrijk onderdeel. En als het verder afdrijft van de maatschappij, zullen steeds meer mensen zich af gaan vragen, hebben we dat nog wel eens nodig, zo'n geldverslindend apparaat? En mijn antwoord daarop is ja. Duidelijk. Tweede terrein waar u stage gelopen heeft, betreft de rechtshandhaving. Hoe moet ik dat zien? Bent u met politie meegegaan? Wat heeft u gezien? Allereerst is dat veel te veel om hier op te sommen. Maar rechtshandhaving is natuurlijk een essentieel onderdeel in een rechtsstaat. En ik ben met de politie meegegaan, verschillende steden, heb drugsinvallen bijgewoond, maar ook gewone controles op straat. En heb ook het apparaat daarachter gezien aan alle kanten, zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbanken, maar ook de advocatuur en waaronder als onderdeel ook de sociale advocatuur, waar iedereen in zijn recht kan staan. Had u, wat een beetje de opinie is, geloof ik, van een flink deel van het Nederlandse volk op het ogenblik, het idee dat het niet best gesteld is met de rechtshandhaving in Nederland? Die mensen die ik ontmoet heb daar, die doen optimaal hun best. Dat idee heb ik. Ik begrijp uw vraag en het baart mij ook zorgen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld wat er een jaar geleden op Spangen gebeurde. Dat toch het vertrouwen in de rechtsstaat los begon te laten, waar het recht in eigen handen genomen werd. Dat baart mij zorgen. De burgers zelf optreden tegen drugsoverlast? Op dat moment, ja. Nou, in principe al tegen buitenlandse auto's die in de buurt kwamen. Ja. En dan moet de overheid op dat moment zich toch flink achter de oren krabben van wat hebben wij fout gedaan. Ja. En een ander aspect van justitie in Nederland is de IND. Ja. Waar ik ook een tijd meegelopen heb. Die gaat over bijvoorbeeld het uitzetten van asielzoekers. Ja, en ik heb zo'n opvangcentrum bezocht en een aanmeldcentrum. In zo'n aanmeldcentrum heb ik een dag lang meegelopen met een groep etnische Russen uit een van de Centraal-Aziatische republieken. Hun was niet verteld wie ik was. Wij waren medewerkers van justitie die daar waren om de ambtenaren te beoordelen. En of we mee mochten lopen, dat was geen probleem. Dien hoofd heb ik een dag lang de hele procedure gevolgd. Dat waren dus mensen die graag in Nederland wilden blijven? Die graag in Nederland wilden blijven. Ja. En dat die eerste 24 uur procedure heb ik helemaal met hen meegelopen. En mochten ze blijven? Nee. Is dat niet een pijnlijke dag geweest dan? Ja, als mens, hoe ver die verhalen waar zijn, ze werden heel overtuigend gebracht. Doet het je wat? Maar de wet moet gewoon gehandhaafd worden, ook in dit soort gevallen. En om echte asielzoekers op te kunnen blijven nemen in dit land, moet de wet streng gehandhaafd worden. Het derde terrein waar u actief in bent geweest is de overheid. Ja, de overheid is wel erg breed. Waar spitsen zich dat op toe
Voor zover het de uitoefening van uw ambt straks betreft. Ja, de overheid is natuurlijk erg breed, maar daar heb ik veel mee te maken later. Dus ik heb er ook zoveel mogelijk van proberen te zien. Vanuit een ministerie werkend, contacten met andere ministeries, met Brussel, met het parlement, met de ministerraad, waar ik ook dus een zitting van bij heb gewoond, wat vrij uniek is. Ik geloof dat ik de eerste ben, zeker in Nederland, maar ik denk ook in Europa, in mijn functie die kans heeft gehad. En ook de lokale overheden bij werkbezoeken, dus provincies, steden, waterschappen. Die heb ik allemaal bezocht. Ja, het is een heel breed terrein. Ja. Met het gevaar dat ik hier een hele lange opsomming ga geven, zijn ze allemaal belangrijk voor het bestuur van dit land. En dus ook voor mijn latere functie. Dan, want daar komen we, heeft u stage gelopen in het bedrijfsleven. Ja, daar loop ik trouwens nu nog steeds middenin, in dat blok. En is dat niet een beetje een, een succesnummer geworden dankzij het zo veel bezongen poldermodel? Nederland doet het goed met de economie, met de handel en lonen en prijzen en noem maar op. Is dat ook uw beeld geweest? Dat is een bijkomstig voordeel, maar ik denk dat ik ook een stage in het bedrijfsleven had gelopen als het slecht was gegaan. Ja. Bedrijfsleven is toch de aanjager van onze economie, de grote schepper van werkgelegenheid. En door dat poldermodel hebben wij een hele unieke overlegsituatie die op dit moment goed functioneert. Ik heb niet alleen bedrijven bezocht. Ik heb ook in bedrijven gesprekken gehad met voor- en tegenstanders, bijvoorbeeld van biotechnologie. Een hele middag, een gedeelte van de middag uitgetrokken om die beide kanten, dus de industrie aan de ene kant en de tegenstanders, of in ieder geval de critici, aan het woord te laten. Hm. Wat, aan welke kant stond u? Ik stond er middenin. Nee, maar we hebben natuurlijk in Nederland die overlegstructuren. En die bestaan niet alleen tussen werkgevers en werknemers. Die bestaan ook tussen de industrie en de critici van de industrie. En je merkt ook waardering bij die critici in ieder geval die ik dan ontmoet heb. Dat die overlegstructuur er bestaat. Dat het mogelijk is met de industrie te praten. In het geval van biotechnologie zouden ze natuurlijk liever nieuwe technologieën nog eerder weten. Maar dat zijn dan weer bedrijfsgeheimen, dus daar ligt een spanning. Maar gewoon het feit dat ze erover kunnen praten. Binnenkort zijn die stages afgelopen, ook in het bedrijfsleven. Bent u dan klaar voor het koningschap? Ben ik dan klaar voor het koningschap? Dat weet ik niet. Je wordt tot het ambt geroepen op een gegeven moment. En het kan morgen zijn, het kan over 10 jaar zijn. Ja, maar stel dus dat uw moeder om een of andere reden uitvalt, dan kunt u het met een gerust hart overnemen. Ja, absoluut. Ik kan het overnemen, maar ik zou liever nog meer voorbereidingstijd ervoor hebben. Je bent er nooit klaar voor. Het is een constante opleiding waar je in gaat. En hoe later je erin kan stappen, hoe beter het is. Ja, maar de monarchie gaat geen rampen tegemoet wanneer u het nu zou moeten overnemen. Nee, absoluut niet. Nee. Wanneer vindt u zelf het moment van een troonsopvolging gekomen? Is dat wanneer de zittende vorst er genoeg van heeft? Of wanneer de troonopvolger er klaar voor is en in de kracht van zijn leven? Het is een combinatie van die twee factoren die u noemt. En ik geloof dat het ook in goed overleg kan. En uiteindelijk zal gaan. Maar ik geloof dat een stabiel thuisfront met een gezin waar je op terug kan vallen, toch makkelijker is om die functie te vervullen dan als je nog bezig bent met jezelf op te leiden en er klaar voor te stomen. Ja. Het moment van die troonopvolging, is dat een onderwerp tussen u en uw moeder? Als het een geplande troonsopvolging is, dan wel. Maar ja, je weet nooit wat er onverhoopt kan gebeuren. Maar het zal zeker een onderwerp zijn wat ik samen met mijn moeder en een dan zittende premier zal bespreken. Maar ik bedoelde eigenlijk de vraag, is het nu al een onderwerp waar u regelmatig met uw moeder van gedachten overwisselt? Absoluut nog niet. Echt niet? Moeder, u zegt nooit tegen uw moeder. Nee. Ik zou wel eens willen weten wanneer ik aan de beurt ben. Nee hoor. Ik heb zoveel respect voor de manier waarop zij doet en ze staat nog in de kracht van haar leven. Daar kan ze nog lang mee doorgaan. Daar wordt nooit tussen u en uw moeder over gesproken? Daar is tot nu toe nog nooit over gesproken. Nou is vervroegd uittreden in uw familie geen usance. Hè? Dus uw grootmoeder die was, meen ik, 71 en overgrootmoeder 67. Zou uw moeder wat meer tijd gunnen om nog van het leven te genieten?
die tijd, als zij die nodig heeft later, dan zal ik haar die zeker gunnen. En ze zal het zeker aangeven als ze dat wil. Dat neem ik aan, maar zou u zelf vinden dat het bijvoorbeeld voor haar, en leven met haar en haar man, beter is wat eerder te stoppen dan uw grootmoeder en overgrootmoeder? Waarom zou iemand in de kracht van zijn leven stoppen? Er zijn een heleboel mensen die een heel interessant vak hebben en toch op een bepaalde tijd mee ophouden, omdat ze nog een heleboel andere dingen hebben. Ja, een bepaalde tijd. Maar stel dat uw moeder nog een tijd doet, zeg nou eens 10 jaar, even voor het rekengemak. Is dat dan niet toch een vrij lange tijd om in de wachtkamer te zitten? Zo, denk eens aan prins Charles. Dus opzitten en pootjes geven, want het gaat maar door. Ik denk dat hij er doodziek van wordt. 10 jaar is op zich niet een lange tijd. Ik heb nog veel dingen te doen waar ik me mee bezig wil houden. En die 10 jaar vliegen om, denk ik. Als dat tegen die tijd, als u zegt, terugkijkend op dit interview over 10 jaar, dan is dat zo gebeurd. Ja, dus ik zou 10 jaar, nog 10 jaar wachten, is voor u geen probleem? Is voor mij helemaal geen probleem. Laat het nou eens uitgaan dat u inderdaad nog een tijdje moet wachten. Dan weet het bedrijfsleven een leuke functie voor u, namelijk ambassadeur voor de handel. Ik ben inderdaad benaderd, zoals u weet, om dat te doen. En de manier waarop in eerste instantie de handel mij wilde gebruiken als ambassadeur, ja, daar voel ik niet zoveel voor. Waarom niet? Dat is meegaan op handelsmissies waar eigenlijk alles al vast ligt, waar de contracten nog alleen maar getekend hoeven te worden, waar mooie fotomomenten naar voren kunnen komen, wat dan ook. Maar tel uit je winst, zegt de handel. Dat zegt de handel. Ik ben zeer geïnteresseerd om iets voor het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland te doen. Maar dan in een ander traject, waar ik zelf ook actief aan deel kan nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan markten die net openkomen, emerging markets, waar vraag is naar Nederlandse producten, waar je dan naartoe kan gaan vanuit het ministerie van Economische Zaken of Landbouw of zoiets. En daar dan de contacten proberen te leggen tussen dat land en Nederlandse bedrijven. Ziet u dat als een majeure taak straks? Ik zie dat als een van de vele taken die ik zou kunnen doen. Ik bedoel, naast het ceremoniële Raad van State en kennis maken met de maatschappij, wil ik een paar vaste punten hebben in het leven. En ik denk ook wel een gebied gevonden heb waar ik mij echt in vast wil bijten. Dat is het watermanagement. Pardon? Watermanagement. Water is toch iets fantastisch moois. A, is het een primaire levensbehoefte. Het is gezondheid. Het is milieu. Het is transport. Het is een gevecht tegen water of een gevecht voor te weinig water. Je kan echt alles mee doen. En bovenal is het een zeer Hollands, een oer-Hollands iets. En wat gaat u daar dan in doen? Ik ben bezig nu dat te vernauwen naar een paar aspecten die ik daaruit wil halen. Zowel voor in het binnenland als in het buitenland. Maar het water boeit mij. Mijn vader heeft dit ooit eens een keer opgebracht als een punt waar ik me eventueel in zou kunnen gaan interesseren. Toen ik dat de eerste keer hoorde, dacht ik van, het zal best. Maar vanaf dat moment is het echt gaan leven. En het is iets waar ik me echt in interesseer. En kan dat uitmonden in een bepaalde functie? Het kan uitmonden in veel functies. Maar het kan ook iets zijn waarvoor je buitenlandse reizen onderneemt. We hebben in Nederland zoveel kennis op dit gebied. Vooral het gevecht tegen water. Ons hele bestaan komt daar tenslotte uit voort. Dat kunnen wij zeer positief uitdragen. Maar zit er een functie aan vast die ik niet ken? Of wordt die dan speciaal? Ik ben bezig iets te vinden. Er zit nog geen functie aan vast op dit moment. Nu het toch over reizen heeft, u zou natuurlijk op reizen ook een hele andere nuttige functie kunnen vervullen, namelijk het bij regeringen aan de orde stellen van sociale kwesties of mensenrechten kwesties, want een kroonprins heeft invloed. Zou u dat willen? Het is heel moeilijk om bepaalde kwesties het openbaar aan de orde te stellen. Ten eerste heb ik altijd te maken met ministeriële verantwoordelijkheid. Dus als ik op reis ga naar een land waar dit soort netelige kwesties spelen, dan wordt dat afgewogen van tevoren of ik wel of niet kan gaan. Ik ben niet van plan om dan te gaan en in het openbaar mijn gastheren te schofferen met uitspraken. Maar achter gesloten deuren kan je natuurlijk altijd in diplomatieke taal duidelijk maken dat Nederland met bepaalde praktijken problemen heeft. Doet u dat alles? Dat gebeurt achter gesloten deuren, ja. Dus die ervaring heeft u al? Die ervaring heb ik al, ja. Dan kom ik toch even terug op het moment waarop u dat eventueel zal gaan overnemen. Is er wat u betreft een
minimumleeftijd voor. Dat je moet zeggen, ja, het is een soort verantwoordelijkheid en je moet het vertrouwen van het volk hebben. Je moet een arm om een volk heen kunnen slaan als het in rouw is. Daar moet je een bepaalde leeftijd voor hebben. Daar moet je ook een bepaalde persoonlijkheid voor hebben. En een leeftijd, ja, er is een grondwettelijke leeftijd van 18 jaar. En die staat vast. En als je de persoonlijkheid wel of niet hebt, daar hangt het vanaf of je die functie op die manier uit kan voeren. U vindt het niet aan leeftijd gebonden? Ik vind het niet aan leeftijd gebonden. Die leeftijd die heeft u al. Ja. Daar zal het niet aan liggen? Daar zal het niet aan liggen. En die persoonlijkheid? Die denk ik dat ik die ook heb. Waar zit hem dat in? Ik bedoel, wat voor eigenschappen zijn dat? Die je bijvoorbeeld zegt, neem nou de Bijlmerramp of een grote vliegramp. Het gebeurt regelmatig. Wat moet je dan in je hebben qua eigenschap om op uw plaats dat goed te doen? Nou, allereerst sta je daar niet als persoon voor diegenen die getroffen zijn door zoveel leed. Je vertegenwoordigt een instelling, je vertegenwoordigt de rest van een land op dat moment. Dus je bent, als persoon kun je natuurlijk ontzettend veel medeleven voelen. De Bijlmerramp heb ik zelf meegemaakt. Dat was iets verschrikkelijks. Met name na het bezoek aan de flat zelf, het samenkomen in die sporthal waar de meest vreselijke ellende door je heen gaat. Maar gewoon het kunnen geven van een gevoel van, er wordt aan ons gedacht, Nederland leeft met ons mee. En je staat daar als vertegenwoordiger voor een hele hoop andere mensen. Maar dan moet je nog over een ander soort eigenschap, zeg maar empathie, beschikken om dat gevoel over te kunnen brengen. Ja, je kan in ieder geval, in ieder geval wat er voor je staat aan mensen waar je mee praat, is anders. De ene wil überhaupt niemand zien, de ander wil ongeveer uithuilen om je schouder. En dat laat je dan gebeuren. Je geeft zoveel mogelijk steun als je kan. En dat kost u geen moeite? Dat kost mij geen moeite. U was ooit ook in Japan bij oorlogsslachtoffers. Ja. En ik heb daarover gelezen dat u daar grote indruk maakte. Dan denk ik, nou, dat vind ik knap. Want heeft de oorlog niet meegemaakt. U bent ruim daarna geboren. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Het was ook een zeer indrukwekkende bijeenkomst. Maar niet alleen in Japan, ook in Thailand en Indonesië en heel veel in Nederland ook met veteranen. En ik ben alleen maar blij dat ik daar een goede indruk achtergelaten heb. Ik ben niet meer dan mezelf geweest op dat moment. Dat is meer dan het uitvoeren van een verplichtende ceremoniële bijeenkomst. Dat is gewoon jezelf zijn. Dat brengt ons bij de invulling van het koningschap in de moderne tijd. Er zijn grofweg twee modellen aan de uiterste kanten, namelijk het lintenknippen. Het ceremoniële dus. En aan de andere kant een monarchie met heel veel invloed. U kiest eigenlijk voor het laatste, geloof ik, hè? Ik weet niet waar ik voor kies. Ik weet ook niet wanneer ik tot het ambt geroepen word. Word ik onverhoopt morgen tot het ambt geroepen, dan zal er veel hetzelfde blijven, in ieder geval in de eerste tijd. Als het nu gaat, dan ga je door waar je het overneemt. De ideale situatie is natuurlijk dat je in overleg, in dit geval met mijn moeder en een dan zittende premier, besluit tot een troonswisseling. Op dat moment kan je veel meer je eigen tijdse invulling eraan geven. En dat zal ik ook doen. En die twee uitersten die je noemt, die zijn er. Maar Nederland heeft zijn eigen monarchie, zijn eigen systeem, historisch zo gegroeid. En er zijn genoeg democratische middelen om dat te veranderen. Het is geen stilstaand instituut. Het is een constant mee-evoluerend instituut wat eigen tijd is en probeert te zijn. En op die manier ook historisch gegroeid is en door zal blijven groeien. Ja, maar je kunt zeggen, een volwassen democratie heeft eigenlijk geen boodschap aan een koningschap dat nog veel invloed heeft. Laat ik een voorbeeld noemen. De monarch, de vorst, de koning, hij of zij, heeft invloed op het benoemen van de kabinetsformateur. Sterker nog, die benoemt hij of zij. Waarom zou hij dat doen? Het is juist staatsrechtelijk dat hij of zij die kabinetsformateur benoemt. Maar dat gebeurt pas na het inwinnen van vele adviezen. Van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, van de vicepresident van de Raad van State, van alle fractievoorzitters die in het parlement zitten, van de partijen die in het parlement zitten. En daarna, na al die adviezen naast elkaar gelegd te hebben en afgewogen te hebben, wordt een formateur of een informateur benoemd. Je kan niet zomaar iemand benoemen. Nee, maar je kan
van de mogelijkheden die er zijn, toch je voorkeur bepalen? Als je al die adviezen naast elkaar legt, zal er maar één mogelijk advies uitkomen. Ja, ik vraag dat natuurlijk omdat er veel gesproken en geschreven is over de invloed die uw moeder gehad zou hebben bij de laatste formatie, waar plotseling, tot vele verrassing, Wim Kok als formateur uit de hoed kwam. Dat begrijp ik, dat u dat voorbeeld naar voren haalt. Ik weet niet meer dan dat ik gezien, gelezen, gehoord heb in de Nederlandse media. Dus ik zou uw eigen informatie terug kunnen spiegelen op dit moment en u gelijk of ongelijk geven. Ik weet het niet. Mijn andere informatiebron die ik zou kunnen hebben op dit moment, mijn moeder, die heeft hierover niks losgelaten. Ik heb het niet gevraagd, maar als ik het gevraagd zou hebben, zou ze ook niks gezegd hebben. Goed, laat ik een ander voorbeeld noemen. Stel, u bent dan in die positie en er wordt een minister voorgedragen waarvan u denkt, dat vind ik niet goed voor het land als die het wordt. Zou u dan toch die benoeming ondertekenen? Ik kan me best voorstellen dat ik in bepaalde gevallen misschien niet helemaal zo gelukkig ben met een bepaalde keuze en dat dan ook uitspreken. Maar als dan die persoon dan toch voorgedragen wordt voor benoeming tot minister, zal ik daar mijn handtekening onder zetten. En mocht ik dan achteraf gelijk hebben, is er altijd het parlement om die minister te controleren. Ja, maar u zou toch uw handtekening zetten? Ik zou toch mijn handtekening zetten. U zou ook wetten ondertekenen in die positie. Stel nou dat er een wet wordt aangenomen door het parlement waar u het niet mee eens bent. Of sterker nog, die op gespannen voet staat met uw geweten. Zou u dan toch tekenen? Allereerst heeft het parlement dan een wet aangenomen. Dat betekent dat de volksvertegenwoordiging, dus het Nederlandse volk, een wet heeft aangenomen. Dan kan ik als eenling, als persoon, mij heel moeilijk tegen verzetten. Dan krijg je een koningscrisis. Dan zal of de verantwoordelijke minister of het hele kabinet zijn verantwoordelijkheid moeten trekken. En als ze dat niet doen, zal ik dat moeten doen. Koninklijke Hoogheid, ik wil dit hebben over uw imago, dus het beeld dat anderen van u hebben. Heeft u de indruk dat dat in overeenstemming is met de werkelijkheid? Mijn imago is niet iets waar ik mij dagelijks mee bezig hou. Ik begrijp heel goed dat er mensen in Nederland een bepaald beeld van me hebben. En ik betreur het dat een foto in de krant waar ik een glas vast heb meer invloed heeft op zo'n imago dan 4 jaar voorbereidingsprogramma's. Ik heb geen mannetjesmaker nodig die voor mij korttermijn successen zou kunnen boeken. Want mijn toekomst is een langetermijn toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat diegenen die een bepaald beeld van mij hebben op dit moment over een 10, 15 jaar terug zullen kijken en denken van, heb ik toch fout gehad. Maar, dan moet ik er even bij zeggen, een artikel wat in de NRC stond ter gelegenheid van mijn 30ste verjaardag in april, daar komt toch naar voren dat mijn generatiegenoten een heel ander imago van mij hebben dan bijvoorbeeld mensen uit uw generatie. Mm-hmm. Krijg ik dat weer. Ja. Heeft u er dan last van dat mensen van mijn generatie, het zijn namelijk heel wat, ik kom uit de babyboom, dat die soms zo over u denken, laat ik zeggen, een student die koos een losbol? Nou, het houdt mij niet dagelijks bezig en ik denk dat ik door mijn werk door te zetten op de manier waarop ik ermee bezig ben, op de lange termijn, en ieder zal overtuigen dat ze het niet bij het rechte eind hadden. En als u dan in diezelfde NRC stukjes van Joep van het Hek leest, waarin staat, aardige jongen, goed voor een meter bier, maar daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Treft u dat? Ach, ik ken Joep van het Hek. Ik weet hoe hij schrijft. Ik ken zijn schrijfwijze en sarcasme. Ik heb met heel veel plezier al zijn brieven gelezen, zoals ik bijna elke week met veel plezier zijn artikeltjes lees. En hij heeft er een leuk boek mee volgekregen. En ja, het is een vrijheid van meningsuiting waar ik, als je dit met een korrel zout neemt, ontzettend om kan lachen. No hard feelings. Absoluut niet. Betreurt u dat imago? Nou, af en toe helpt het wel zelfs. Want je valt zo mee als mensen je ineens wel ontmoeten. Dus dat is een... U bedoelt dat een student die koos losbal niet mee kan vallen? Nou ja, dat mensen zeggen dan van, nou, je hebt, of dan hoor je achteraf van, hij heeft er wel over nagedacht, of hij weet veel meer dan we van tevoren dachten. Hmm. En dat... U bent veel serieuzer dan ik dat ben, Ik ben veel serieuzer dan dat. Het is natuurlijk een deel
van uw privéleven dat in dat imago naar voren komt? Dus voor een deel gaat het om foto's die gemaakt zijn in uw vrije tijd of mensen die u achtervolgen met camera's. Heeft een kroonprins een privéleven? Ik probeer een privéleven te hebben. Kijk, je zal nooit een privéleven hebben zoals de meeste andere mensen dat hebben. Als ik het vergelijk met mijn vrienden, heb ik nooit een privéleven. Allereerst heb ik altijd een paar rechercheurs die achter mij aanlopen. Iets waar je wel aan wendt, maar wat altijd aanwezig is. En ten tweede moet je altijd goed beseffen met alles wat je doet. Kan dit het daglicht verdragen als het naar buiten komt? Ik wil het soms niet, maar als het wel naar buiten komt, kan het het daglicht verdragen. Mijn vader heeft wat dat betreft ook een hele goede stelregel. Bij elke actie die je onderneemt, denk daaraan terug. En als je iets onderneemt wat voor een lolletje is, dan moet je dat dubbel hard laten wegen. En die les heeft u goed ingeprent? Die les heb ik goed ingeprent. Vindt u dat heel erg vervelend dat u zo op moet letten? De indruk wekt u soms, iemand die er graag uit zou breken uit dat harnas. Ja, het harnas heeft zich over de afgelopen 30 jaar gevormd. En binnen dat harnas heb ik genoeg mogelijkheden ontdekt om mij ook vrij te kunnen voelen. Niet tegenstaan het feit dat het harnas er altijd blijft. En heeft u nog mazzel, zal ik maar zeggen, dat in Nederland de pers redelijk terughoudend is? Want in Engeland gaat het wel anders. Daar zou u nog helemaal op elke voorpagina staan met welke kleinigheid ook die van u gevonden wordt. Nou, ik denk dat ons restrictieve persbeleid daar ons voor hoedt. Het hele persbeleid via één punt, in ons geval de RVD, te laten lopen, behoedt ons voor een hoop van dit soort problemen. Is dat uw eigen keuze ook? Ik bedoel, of is dat gewoon zoals de RVD het doet? Het beleid is zo uitgestippeld. En ik geloof ook in dat ik in de toekomst dat over zal nemen. U zult terughoudend blijven in het doen van mededelingen naar buiten? Absoluut. Is dat ook wel modern? In een mediatijdperk? Ik geloof dat in een mediatijdperk waar ook in Nederland met de opkomst van zoveel nieuwe zenders, bladen enzovoort, de honger naar nieuws steeds groter wordt, het steeds belangrijker wordt om zo terughoudend te zijn. Ik wou u wat vragen over het huwelijk, namelijk het uwe. Wanneer gaat u trouwen? Nog lang niet. U bent wel 30. Vindt u dat oud? Ik bedoel, als ik in mijn omgeving mijn vrienden bekijk, zijn verreweg de meesten nog niet getrouwd, hebben ook nog geen plannen. En als ik mij vergelijk met mijn ouders, en wat betreft het huwelijk wil ik me graag vergelijken met mijn vader, hij was pas 39 toen hij trouwde. Dus ik heb nog veel tijd te gaan. Maar u wordt koning. En dat zou u bij wijze van spreken morgen al kunnen worden, heeft u gezegd. Ja. Dan bent u dus een ongetrouwde koning. Maar het huwelijk is zo belangrijk in het leven van de mens, dat je daar heel goed ook in overleg met die ander uit moet komen voordat je zo'n zet doet. Dan moet je niet onder druk van een externe omstandigheid toe laten dwingen. Als ik ga trouwen, trouw ik met een persoon waar ik samen mee die beslissing neem. En dat is een privébeslissing die naar buiten gebracht zal worden op het moment dat die beslissing genomen is. Ik zal u als een van de eerste opbellen. Daar hou ik u aan. En waarom niet als eerste trouwens? Nou, ik moet eerst aan mijn potentiële aanstaande schoonvader de hand vragen voordat ik, en die zal het dan eerder weten dan u, maar daarna bent u aan de beurt. Maar die beslissing, die neem je ook samen en van een eventuele vrouw van mij later verwacht ik ook een enorme inzet in een nieuwe functie die voor haar nieuw is. En ze geeft ook een gigantisch gedeelte van haar privéleven op. Dat is ook een enorme gave die iemand moet doen, een hele grote beslissing. Niet iedereen wil dat, bedoelt u? Niet iedereen wil dat, niet iedereen kan dat. Ja. Vindt u het wenselijk dat een koning getrouwd is? Het zou. Het is zeker wenselijk. In zoverre dat een goed, solide thuisfront de functie een stuk makkelijker zal maken. Als ik dat ook vergelijk bij ons thuis, ik heb dan 13 jaar op Drakenstein gewoond, waarin wij een hecht gezin vormden. Het een zeer gelukkige tijd is geweest als familie, wat later als basis gediend heeft voor het functioneren en het goed functioneren van mijn moeder. Kijk, uw moeder die heeft wel eens gezegd dat ze heel blij was dat ze de kinderen al had opgevoed
voordat ze tot dat ambt was geroepen. Ja. Stel dat u nog een hele tijd wacht met trouwen en dan moeten die kinderen nog worden opgevoed. Ja, dan wordt het wel een hele. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze dacht dat de opvoeding klaar was op het moment dat ik 13 jaar oud was. Nee, maar wel een essentiële periode. En, zeker een essentiële periode. En als u dat, ook nog zou willen meemaken, allemaal voordat u koning wordt, nou dan, dan zijn we diep in de volgende eeuw. Dus baart u dat zorgen? Ik weet het niet, maar misschien zou baart u zorgen omdat u tot het ambt geroepen dan plotseling midden in de luier zit, bij wijze van spreken. Het zou kunnen. En is dat wenselijk? Dus... Want dan moet u dat weer combineren. Het is wel een aparte opvatting over watermanagement. De vraag is toch wat wenselijk is. Het is iets, je kan altijd tot ambt geroepen worden. Dat kan zijn voordat je getrouwd bent, nadat je getrouwd bent, met kinderen in de luier of kinderen, volwassen kinderen, wat dan ook. Het kan altijd. Is het voor wat u omschreef nogal de zware taak die zo'n koningin straks heeft, hè? Is het daarvoor handig als zij zelf ook uit de monarchie, de adel komt? Ik denk dat het aan de persoon ligt en niet aan een achtergrond of opleiding. Dus u zou wat dat punt betreft net zo goed met een burgermeisje kunnen trouwen? Ik denk dat als de persoon er geschikt voor is, dat het een prima koningin kan zijn. Speelt de religie bij de keuze een rol? De religie van uw aanstaande? Staatsrechtelijk gezien niet. De grondwet staat niet wat voor een religie de koning of koningin moet hebben. Maar voor mijn persoonlijke keuze denk ik dat dat best wel een rol speelt. Ik ben zelf gelovig. En ik geloof dat mijn echtgenote daar goed in mee moet kunnen gaan. En ja, dat moet, als stel moeten we daar samen mee door kunnen gaan. Als het parlement een beoogd huwelijk van u afwijst, hoe zou u daarop reageren? Dat wordt heel moeilijk. Zo'n keus uiteindelijk als je voor een bepaalde persoon gekozen hebt, die is definitief. En ik denk dat ik dan ook door zal zetten met mijn huwelijk. Ook als dat zou betekenen dat u dan geen koning kan worden? Dat zou dan de consequentie zijn. Ik vraag maar het is zo'n fundamentele keuze in je leven. Die wil je niet. Je neemt natuurlijk mee alle mogelijkheden, maar uiteindelijk, als je die keuze gemaakt hebt, dan kom je daar niet meer op terug. Nee, maar ik vraag het daarom omdat uw tante, prinses Margriet, het omgekeerde heeft gezegd in een interview. Die heeft gezegd, als het parlement tegen mijn huwelijk met meester Pieter van Vollenhoven zou zijn geweest, dan zou ik niet zijn getrouwd. Waar hij zelf erg van opkeek op dat moment. Waar hij erg van opkeek. Ja. U ook misschien, maar... Ja, precies. Maar ja, ik neem aan dat ze niet heeft zitten jokken. Dus er is iets veranderd in die tijd. Ja, maar er zit ook wel een hele generatie tussen. U zou het anders doen. Ja. Goed. Heeft u het toneelstuk Emily gezien? Nee. Het was op televisie. U had het kunnen zien. Ik was op een huwelijk. Op een huwelijk? Ja, een huwelijk, oh. Ja. Vond u het jammer dat het uitgezonden werd? Ik heb het... Ik weet het niet. Ik heb het niet gezien, dus ik kan er ook geen oordeel over vinden. Een heleboel mensen hebben dat toneelstuk wel gezien op televisie. En werd op die manier geconfronteerd met allerlei dilemma's waar wij het eigenlijk, zij het in andere zin, ook over hebben. Vindt u dat goed dat dat zo gebeurt? Dat was een artistieke interpretatie van wat een toneelgroep denkt dat er zich afspeelt binnen de muren van Huis ten Bosch. Niet overeenkomend de werkelijkheid, maar een artistieke impressie. En als zij daar dat op televisie willen brengen, is het een goed recht. Het ging, en zo heet het stuk ook, over mevrouw Emily Bremers. Van wie men veronderstelt dat dat uw vriendin is. Is dat ook zo? Ik ga op speculaties hier niet in. Als ik op een gegeven moment een geschikte kandidaat heb waar ik mee wil trouwen, zal ik dan die naam bekendmaken. En daarvoor ga ik op geen enkele naam in. U heeft betrekkelijk onlangs geloofsbelijdenis gedaan. Vrij laat eigenlijk, op uw 30ste jaar. Was daar reden voor? Dat is een beslissing die ik zelf genomen heb, dat ik een belijdenis wilde doen. Ja, vrij laat. 18 jaar is in de hervormde kerk een normale leeftijd om het te doen. Maar ik denk dat dat toch een beetje achterhaald is. Van de hele groep die belijdenis deed toen ik het deed, was ik een van de jongsten.
Het is niet meer iets wat je automatisch doet tegenwoordig. Het is iets wat je, waar je voor kiest. En die keuze is bij mij op mijn, in mijn 29e levensjaar gekomen. En waar koos u toe precies voor? Kunt u dat formuleren? Nou, het heeft een heel lang traject geweest. Ik heb jarenlang een zeer interessant bijbelclubje. Alle facetten van het geloof besproken. De bijbel bestudeerd. Maar ook alle andere wereldgodsdiensten besproken. En naar aanleiding daarvan heb ik op een gegeven moment de beslissing genomen. Dat ik belijdenis wilde doen. En voor mij is het geloof toch iets wat je leidt in het leven. Wat de tolerantie... Normen en waarden. Ja, iedereen kan ze op een eigen manier interpreteren, maar de Bijbel heeft al duizenden jaren lang hele bevolkingen die kant opgeleid. En toch de beschaving gecreëerd waar we nu in leven. Dus u bent overtuigd gelovig? Ik ben gelovig. Ik ben niet heel kerkelijk, maar ik ben wel overtuigd gelovig. Kan een koning ongelovig zijn in onze monarchie? Ik denk het wel. Als een koning niet ongelovig kan zijn... Dan had het A in de grondwet gestaan dat hij gelovig zou moeten zijn. En had ik toch wel om 18e geloofsbelijdenis moeten doen. Omdat u elk moment koning kon worden, bedoelde? Ja. Die geloofsbelijdenis, is dat niet überhaupt een beetje uit de tijd? Dat geloof ik niet. Ik heb een brief gekregen, ook na het afleggen van de geloofsbelijdenis... van iemand die bezorgd was. En die vroeg zich af of dat wel inderdaad nog van deze tijd was... Een toekomstig monarch van een multiculturele samenleving die Nederland toch is. Moet hij nog wel geloof belijden in één geloof? En ik geloof dat dat dus niet uit de tijd is. Omdat om goed te kunnen functioneren in een multiculturele samenleving... moet je juist je eigen wortels koesteren. Om van daaruit een optimaal mee te kunnen spelen in die multiculturele samenleving. Dat doen andere culturen ook. Dus waarom zou je zelf niet je wortels goed verzorgen en verankeren? Dat is, vindt u, beter dan, zeg maar, boven de partijen staan? Ik geloof niet dat het te vergelijken is met het boven de partijen staan in de politieke zin van het woord. Je bent een onderdeel van één cultuur. En vanuit die cultuur neem je deel in de multiculturele samenleving. Even terug naar uw imago. Dat wordt ook voor een flink deel bepaald door de fascinatie voor de sport. Waar komt die vandaan? Ik denk dat elke gezonde Hollandse jongen die fascinatie voor sport heeft. Ik ben graag zelf actief in sport. Ik kijk ook graag naar sport. Ik vind sport ook heel belangrijk in het opgroeien van een mens. Sport op school is niet alleen lol. Sport op school is ook de vorming van een lichaam. Wat uiteindelijk... de gezondheid van een persoon ten goede zal komen. Vandaar dat ik me erg veel zorgen baart dat op basisscholen tegenwoordig veel sport gegeven wordt door de gewone docenten. Die dat zo zwaar belast als ze al zijn, vaak zien als een uurtje vrij af en de kinderen maar laten doen waar ze zelf zin in hebben. En niet door specifieke sportdocenten. U zou vinden dat dat weer terug moet komen? Dat is ook, daar is ook de actie Jeugd in Beweging heel hard mee bezig. Het is een onbekend probleem waar gelukkig nu verandering in komt. En Jeugd in Beweging hou ik me ook actief mee bezig. Vanuit mijn beschermheerschap voor NOC en NSF. Hoe ver gaat uw enthousiasme daarvoor? Want in Atlanta is dat echt een hele kwestie geweest. Daar was u zo enthousiast dat u werd hossend op de volleybalvloer aangetroffen. En ook wel elders, geloof ik. Heeft u er achteraf spijt van? Ik heb er achteraf geen spijt van. De meeste van die sporters... Die ken ik al jaren. En als die dan gouden medaille winnen na een zinderende finale... waar de spanning te snijden is, dan is dat een ontlading. Ja, maar het is wel een enorme kwestie geworden. Ja, als je alle stukjes kort achter elkaar zet en laat zien... dan kan je daar een kwestie van maken. Maar ik heb daar zelf helemaal geen spijt van en ik had het weer gedaan. Dus bij volgende kampioenschappen waar Nederland gouden medailles weghaalt... zien we u daar weer in dezelfde... enthousiaste vorm? Zeker in dezelfde enthousiaste vorm. Of de uiting hetzelfde is, weet ik niet. Allereerst zijn de sporters niet diegene die ik al die jaren heb leren kennen. Het is duidelijk dan weer een jongere generatie. En ik zit dan op de tribune met wat meer afstand. Maar van binnen zal dezelfde enthousiasme er zeker zijn. Dan uw fascinatie voor vliegen.
Waar komt die vandaan? Ja, dat is ooit begonnen natuurlijk door mijn grootvader. En altijd in de cockpit mee mogen kijken. Uiteindelijk ben ik het zelf gaan doen. En ik vind het een heerlijke ontspanning voor mij. Het is de enige plek waar ik zit zonder ministeriële verantwoordelijkheid. Waar ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid van het vliegtuig. Van mezelf en van mijn passagiers. Het is een bezigheid waar je totaal los kan koppelen van wat dan ook. Want je moet daar 100% geconcentreerd zijn. En als ik een foute knop indruk, is er geen minister die dat recht zet. Nee, maar dat is natuurlijk wel te laat. Ik zou wensen dat er een minister was die dat kon rechtzetten. Nou, je hoeft geen zorgen te maken. Ik druk dan niet de verkeerde knop in. Voor mij is dat een manier om eruit te zijn. Een hele belangrijke manier ook. Zou u liever piloot worden dan koning? Ik vlieg nu 1 tot 2 keer per maand. Doe het met veel plezier. En dat is genoeg. Vindt het goed, Koninklijke Hoogheid, dat ik de amateurpsycholoog speel? Namelijk dat iemand die zoveel verplichtingen heeft en onder een grote druk staat en onder ministeriële verantwoordelijkheid, dat die compensatie vindt in sport, snelheid, vliegen. Dus zeg maar als metafoor voor de vrijheid. Ja, nou, meneer Witteman, ik weet uw combinatie met vliegen. Vliegen is echt levensgevaarlijk, want op een gegeven moment val je uit de lucht. Ja, nee. Dus, maar het komt niet uit angst voor het, maar meer uit mijn belangstelling voor de psyche van u. Namelijk, zit daar niet een voort, een soort van, ja, eruit, even eruit. Ja, maar eruit voor mij is ook duiken. Rust onder water. Waar je niks meer hoort behalve je eigen luchtbellen die omhoog gaan. Wat echt rust is. Daaruit voor mij is een lang weekend met een paar mensen de bergen intrekken. En genieten van de rust daaromheen. Dat is ook eruit. Dus het is een combinatie van verschillende factoren. Ja, maar dat weerspreekt mijn stijl niet. Dus dat is iets waar u, gelet op al die enorme druk en die banden die u heeft, extra behoefte aan heeft. Daar heb ik ook dan behoefte aan, ja. En gelukkig heb ik daar nog genoeg tijd voor om dat te doen. En daar moet je ook tijd voor blijven maken. Ja. Ik wilde u iets vragen over de jacht. Want u jaagt. Ja, ik jaag. En ik sta er ook volledig achter de wijze waarop ik jaag. Maar het is een zeer complexe discussie tussen rationele en emotionele argumenten. Die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. En die wil ik hier dus niet voeren. Maar nogmaals, ik jaag. Ik sta erachter. Ik sta erachter de wijze waarop ik jaag en de wijze waarop op de kroon door mijne gejaagd wordt. En u blijft het doen? Ja. Is het zo dat een koning en een geslaagd koningschap erbij gebaat is dat zo min mogelijk omstreden is? Onomstredenheid is een abstract begrip. Geen gedefinieerde grenzen. Dus het is heel moeilijk om alsmaar binnen dat vak te vallen. Het is natuurlijk ook een beetje de waan van de dag, het politieke correct zijn, wat het begrip onomstredenheid definieert. En ik ben niet van plan om met alle winden altijd mee te waaien. Ik zal altijd luisteren naar argumenten en dan een afweging maken. En anders, dan ben je omstreden. Dat kan soms niet anders. Dus u denkt niet, weet je wat, ik hou in de gaten hoe de op pols liggen voor bepaalde maatschappelijke onderwerpen. En daar waar de zaak erg omstreden blijkt te zijn, kies ik de lijn van het volk. Ja, pols zijn, die kunnen van 1 week op de andere omslaan. Vraagstellingen zijn vaak heel suggestief. Met een andere vraagstelling krijg je totaal andere uitslagen. En volgens mij is het gevaarlijkste wat ik kan doen in mijn functie, wat een langetermijnfunctie is op korte termijn reageren op pols. Ik wil het graag hebben over wie uw adviseurs zijn. Ja, dat zou je willen weten. Ja, wie zijn ze? Ja, dat is vaak met adviseurs, hoor. Die willen niet bekend worden naar buiten toe. Misschien zijn ze er wat trots op. Nou, ik weet niet of dat de juiste adviseurs zijn. Volgens mij is een goed adviseur iemand die zich op de achtergrond houdt en juist waarvan het niet bekend is dat ze mijn adviseur zijn. Is uw moeder de belangrijkste adviseur voor u? Ja. Omdat zij in die positie zit die ik uiteindelijk over zal nemen, is zij de belangrijkste adviseur en zal ze ook altijd blijven. Goed contact met mijn moeder is essentieel voor mij. Welke eigenschappen zou u van haar willen overnemen? Ik ben mezelf. Ik zou geen enkele eigenschap van haar willen over willen nemen.
Je kan ook eigenschappen niet overnemen. Haar perfectionisme? Nou, ik vind mezelf ook redelijk perfectionistisch. Haar harde werken? Ja. Maar ik ben Alexander. Ik heb ook al die eigenschappen in mij. Haar enorme belangstelling voor staatszaken. Heeft u dat dan ooit bij mij gezien dat het niet zo is? Nee, ik ben even op zoek naar de dingen die u graag van haar zou willen overnemen. Nee, maar die heb ik in mij. Maar met een andere benadering. Ik bedoel, wat is het tegenovergestelde van perfectionisme? Slordigheid. En desinteresse. Zij wordt, ja. Maar zij heeft het misschien wel heel... In extremen. Ja. Misschien. Misschien heb ik dat minder extreem. Heb ik andere eigenschappen die misschien weer wat meer naar voren komen. Ik weet het niet. Ik ben uiteindelijk iemand die in een andere tijd een bepaalde functie gaat bekleden. Welke invloed heeft uw vader eigenlijk op u gehad? Veel mensen zeggen dat van alle mensen die er rond u zijn, uw vader de meeste invloed op u heeft gehad. Is dat ook zo? Ik weet niet of hij de meeste invloed op mij heeft gehad. Hij heeft zeker veel invloed op mij gehad. Als klein jongetje in Drakenstein was hij er altijd voor ons, zoveel mogelijk in ieder geval. Als een normale vader, die veel buiten met ons speelde, maar ook was hij met zijn houtwerk bezig om weer een auto of een skelter voor ons in elkaar te draaien. Hij was altijd wel met iets bezig voor ons en stak ook heel veel tijd in ons. In een later stadium in zijn leven is het een heel belangrijke man geweest voor de vorming. Die toch met zijn ongelooflijke kennis en relativeringsvermogen heel veel jeugdelijk enthousiasme terug heeft gedrongen en in ieder geval recht heeft gezet en op de goede kant op heeft gezet. Een wijs man? Een zeer wijs man. Waar ik heel veel aan gehad heb en nog steeds aan heb. Hij heeft de moed gehad om, toen hij ging lijden onder ernstige ziektes, om daar naar buiten toe mededelingen over te doen, althans te laten doen. U was toen vrij jong toen dat gebeurde, ik geloof 14, 15 jaar. Ja. Dat moet op dat gezin en dus ook op u een grote druk hebben gelegd. Het heeft in eerste instantie was hij er niet meer. Hij was weg in klinieken en is de afwezigheid de grootste druk die je hebt. En daarna, toen het weer wat beter ging, kwam hij weer terug in het gezin. Wat natuurlijk een gigantische druk op ons gezin gelegd heeft. Het gezin, zoals ik al gezegd heb, wat jarenlang een onbezorgd leven in Drakenstein heeft gehad, wordt ineens geconfronteerd met ernstige ziektes. Dat is voor elk gezin waar een gezinslid een ernstige ziekte heeft, is het een enorme druk. Waar je vaak... Dat gaat altijd met je mee. Dat verlies je nooit. Ook als je naar buiten toe optreedt. Beseft u wat er gaande was? Toen hij weg was, nog niet zo, maar toen hij weer terugkwam na enkele jaren, nou, het was niet na een tijd, toen besefte hij pas wat er aan de hand was, ja. En hoe erg die ziektes zijn? Hoe erg een ernstige ziekte in een gezin is, wat een druk dat daarop legt. Dat maakt niet uit of dat een koninklijke familie is of wie dan ook. De druk van een ziekte op een gezin is gigantisch. Maar het probleem is dat uw moeder nogal een drukke baan had. Ja, ik heb dan des te meer respect voor haar, hoe ze die drukke baan goed heeft uitgevoerd. Ten tweede, aan ons nog alle aandacht besteed heeft. En ten derde, mijn vader nog op zo'n goede manier begeleid heeft. En de volgorde is natuurlijk willekeurig in deze. Die energie, die heeft ze in alle drie de onderdelen evenveel gestoken. Depressiviteit, een van de ziektes waar uw vader aan leidt, is natuurlijk voor een jong iemand als u een moeilijk te begrijpen ziekte. Iemand die zo somber is. Ik denk dat het voor iedereen heel moeilijk te begrijpen is wat het betekent voor iemand die door zo'n hel heen gaat. Dat kan iemand proberen uit te leggen, je kan erover lezen, maar echt begrijpen doe je het niet. Het is zo ongrijpbaar, het is zo abstract. Later bent u met uw vader op reis gegaan. Hij nam u mee naar Afrika, ontwikkelingslanden waar hij erg veel van weet. Heeft u daar veel van opgestoken? Ja, heel veel. Zowel van reizen met mijn vader, waar ik echt de kans heb gehad om hem in de meest ontspannen situatie mee te maken en te spreken. Wat toch weer anders is dan in een gezinsverband. Als ook
de lessen die hij mij geleerd heeft over ontwikkelingssamenwerking. Maar niet alleen ontwikkelingssamenwerking. Ik ben met hem in Tanzania geweest, waar hij ook heeft laten zien waar hij gewoond heeft. En zijn liefde voor Afrika en het ontwikkelingssamenwerking heeft hij mij ook met de paplepel ingegoten. Dus die reizen hadden allerlei verschillende facetten. Wat voor koning krijgen wij? Wordt het bijvoorbeeld, want we hebben al drie koningen Willem gehad, ja. Wordt het koning Willem de Vierde? Dat zou heel goed kunnen. Zou u dat willen? Terugkijkend in de geschiedenis is er al een Willem-Alexander die ook Willem geworden is als koning. Dus het zou in de lijn van de verwachting liggen. U zou ook wel Willem de Vierde genoemd willen worden? Ja. Ja. En dan hebben we er al drie gehad, zei ik. Ja. Met welke voelt u de meeste affiniteit? Het is heel moeilijk om het eind van deze eeuw de staatsrechtelijke verhoudingen te vergelijken met het begin van de vorige eeuw. Dus de manier van regeren en het democratisch inzicht van mijn voorvaderen, daar zou ik me niet willen vergelijken. Maar de koopmansgeest van Willem I en zijn inzet voor de voortvarendheid van Nederland, daar zou ik de meeste affiniteit mee hebben. En van de vorstinnen, Wilhelmina, de strenge staatsvrouw, Juliana, de sociale moeder, en Beatrix, de perfecte manager. Van die drie, wat spreekt u het meest aan? Nou, u vergeet er nog een, hè? Ik geloof het niet. Nou, Emma, als maar regentes. Maar was geen Juliana. Nee, ja, was maar geen ze was regentes. Ja, ja. Maar wel heeft in de familie een hele belangrijke rol gespeeld. Dus ik vind dat zij nog in het rijtje vorstinnen genoemd moet worden. Omdat nou, als ik die er nou nog bij noem, met welke heeft u de meeste affiniteit? Ja, ik word natuurlijk door de contacten met mijn moeder echt door haar beïnvloed. Dus, ik bedoel, zij is mijn adviseur nummer 1 en voorgangster. Dus op het moment dat je het ambt overneemt, zal veel van haar overgenomen worden. Maar affiniteit denk ik toch iets meer met mijn grootmoeder. Ja. Hoewel het erg, ja, heel erg gevaarlijk is om vorstinnen te vergelijken uit een verleden met een functie die in de toekomst gaat plaatsvinden. Bent u een beetje gelukkig? Ik ben gezond. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel vrienden en familie die mij ondersteunen in mijn moeilijke taken. Dus ik ben gelukkig. Bent u van nature ook een beetje gelukkig? Ik ben van nature ook gelukkig. Maar die andere factoren helpen wel. Bedankt voor dit gesprek. Prins Willem-Alexander. Tot zover deze extra uitzending. Nova is er over een dik half uur alweer en dan met de gewone uitzending met volop reacties op het interview met de prins. Goedenavond.